winnaar van de 20 euro V-Bucks giveaway is Mauro Kokken. Gefeliciteerd met jouw V-Bucks. Wil jij ook V-Bucks winnen? Dan moet jij deze 6 stappen uitvoeren. 1. Klik met je vingers op het abonneerknopje. 2. Ring het belletje om geen melding te missen van een nieuwe video. 3. Laat in de comments jouw epic naam achter. Maar vergis je niet, ik kan met een speciale app achter jouw naam zien of je wel echt bent geabonneerd of niet. En ik kies alleen maar de mensen uit die zijn geabonneerd. 4. Like deze video, want bij de 3251 likes maak ik morgen in de video de nieuwe winnaar bekend. 5. Wanneer ik jouw epic naam opzoek, kan ik zien welke supportje creator code jij gebruikt in de Fortnite item shop. En je moet code KingAlmightyJT gebruiken in de Fortnite item shop. En wie weet kies ik jou uit. 6. De allerlaatste maar belangrijkste stap is dat jullie mij allemaal moeten gaan volgen op mijn Instagram. Link in de beschrijving. Word lid van de King Insta Family. En stuur in mijn DM's een screenshot dat je bent geabonneerd op mijn YouTube kanaal. En dat je me volgt op Instagram. Peace. Family Brothers. Welkom bij een gloednieuw video. Vorige keer hadden wij samen gereageerd op een video. En die heette Fortnite 300 IQ momenten versus Fortnite min 10 IQ momenten. Dat vonden jullie super leuk. Dus vandaag gaan wij samen weer reageren op een echt een te zieke video. Namelijk de evolutie van Fortnite van 1990 tot helemaal nu. Fortnite 2020. En als jullie zagen hoe Fortnite er vroeger uitzag, zoals jullie nu zien op de achtergrond, ga je het echt niet geloven. En hoe Fortnite in de loop van de jaren het spel is geworden wat het nu is. Het is echt super gaaf en super leuk om te zien. Let's go! Oké dan, we beginnen met Fortnite in 1990. Er staat Fortnite Battle Royale 1 player en 2 player. Oké, wacht. Laten we nu even kijken. Helemaal links is de Commando skin. Die tweede is die dieven skin. Die heb ik ook, maar ik ben zijn naam vergeten. Die derde is die ene vis. Met die vishoofd, zo'n visserschouw. Hoofd heeft hij. De vierde is de Dynamo skin, maar dan de mannelijke versie. Daarna komt de Gold Trooper. Daarna komt die konijnen skin. Die heb ik ook, die roze. Die weet ik niet. En die laatste heet voor mij Zoe, als ik het goed heb. Laat even in de comments achter of jullie ze allemaal één voor één weten en ook in de goede volgorde. In de comments. Oké, want ik weet helaas niet alle namen bij deze dame. Shangri, oh my god. Oké, hij kiest de konijnen skin. Is dit een map? No way. Is Fortnite vroeger zo begonnen? Oké, shield, normale AP, daar is je pickaxe, hij heeft een pistool. Oh, maar hij heeft al gelijk een pistool terwijl hij landt. Oh shit, wat heb ik zit. Is dit serieus Fortnite in 1990? Wat afschuwelijk. Gelukkig ben ik niet in 1990 geboren, like god damn show. Oké, waar moet ik dit voorstellen? Het is linksboven de map waar zo'n Sweaty Sands en Coral Castle nu ligt. Oké, hij hak. Oh, hij build. Oké, hij hakt en dan kan hij een muur beelden. Was dit een missie vroeger in Fortnite? Fortnite was vroeger ook geen multiplayer game blijkbaar. Het was gewoon, ja, je speelde gewoon tegen computers. Tegen de bots. Tegen Sebgenups. Al in 1990. Toen had je ook Sebgenups iets eruit. 8-bit, Fortnite Battle Royale. Oké, dit was Fortnite in 2000. Wow. Oh, dit is die Die begin screenshot van de Fortnite voorpagina van vroeger. Save the world Battle Royale. Oké. Ik ben benieuwd, family. Dit vind ik oprecht leuk om te kijken. Loading game. Oké, dit is de bus. Oké. Tilt Towers! Oh, wat muziek, Tilt Towers. God damn, Jan, dat was heel te missen. Ik heb bij Tilt Towers. Oh, je kon gewoon door de muren heen schieten en ik kwam een gat in de muur. Oké, dit is Fortnite in 2006. En als het goed is, is dit op in de PlayStation. Ja, als het goed is, is dat op de PlayStation 1. Oké. Je kon gewoon emo's doen in 2006. Let's go. Oké, dit is een Dusty Depot. Ja, dat stond daar net boven. Dusty Depot. Volgens mij. Fortnite op de PlayStation 1 speelde zich alleen af in Dusty Depot. Verder kon je niet. Het was waarschijnlijk een of andere demo en niet compleet spel. Een Scar pistol en een gouden Scar, maar je battelde tegen computers. En niet tegen online mensen, net zoals wij nu doen. Je battelde echt tegen computers. Oké.
Oh, wacht, waar is dit? Oh ja, dit is de buitenkant van Dizzy Depot. Oh, kijk, zie je? De cirkel was al om Dizzy Depot heen. En dat hebben ze nu natuurlijk veel groter gemaakt. Ik bedoel... Het moet ergens beginnen, family. Fortnite, weet je toch? Het kan niet binnen één dag zijn wat het nu is. Ik bedoel, als ik nu terugdenk aan seizoen 0 en hoe het nu is, is het dan weer van verschil. Maar om dit te zien is het nog 100 keer erger. War Machine, kill him! Bap! Oh, wat mis ik de War Machine niet en ben ik blij dat ding eruit is. Bro, heb je geen shotgun? Boom! Fortnite in 2011. Oké, dit is dus Save the World. Wat je nu nog steeds kan spelen en wat nu ook super erg is veranderd. Ik heb zelf geen Save the World, maar mijn broertje wel. Want die speelt de battle vaak en is ook wel super goed in. Het lijkt me eigenlijk wel leuk, family. Wat vinden jullie van Save the World, family? Zou ik dat een keertje uploaden of proberen? Of hebben jullie er van, nee, doe dat maar niet. Ik heb het zelf nog nooit gespeeld, want ik speel vanuit 6-0 en ik heb het niet eens één keer gespeeld. Serieus, echt niet. Het is wel anders dan Battle Royale, heel anders. Zoals jullie dat zien. Ik vind dat wel leuk, weet je? Zombies tegen zombies, lekker killen, zombies kwijtzien, dan lopen we dan Shank, Bill, Mangar, King. Ik zou denk ik wel een sappig genoeg zijn als ik zelf begin met Save the World. Weet je wat ik wel echt super chill vind aan Save the World? Je krijgt super veel gratis P-Bucks. Ik weet niet of één van jullie Save the World heeft, van de familyleden die nu kijken. Als je Save the World hebt, laat even in de comments weten hoeveel gratis P-Bucks je hebt gekregen van Save the World. Stand by for an important weather alert. An unknown storm system has been spotted. Okay, I like this Minecraft game. Nieuwe survival mode. Oké, waarom hoor ik nu een of andere gare pook op de achtergrond? Ik heb geen flauw idee, family, maar het niet. Oh, volgens mij is het gewoon van de trailer zelf zo. Like, ik weet, ik heb een flauw idee, het zal wel. Maar het is wel heel erg gaaf om te zien. Ook heel veel skins die je ziet in deze trailer zit nu in Battle Royale. Kijk, ja, zelfs die zit erin. Oké, deze allemaal niet. Die mannelijke skin zit er wel in. 2017. Ja, dit is seizoen 0. Vanaf hier ben ik begonnen met Fortnite spelen, brothers. 2017. En ben ik begonnen met Fortnite streamen en Fortnite uploaden. Dit waren de leukste tijden. Hier is Fortnite echt boom gegaan. En dan plof. Dat pump. Boom! Sappig geluk. Kwijt met jou. Terug naar mijn bocht. Ah, ik vind het wel leuk om terug te zien. Want ik krijg nu allemaal flashbacks van hoe Fortnite vroeger was. En die leuke tijden met vrienden. En toen nog iedereen sappig genoeg was. Dat waren leuke tijden, fanbrothers. Fortnite iOS 2018. Oh ja, dit is Fortnite voor op de iPad, Android en op iOS. iPhone. Op de Apple. Dat zag er zo uit. En in 2018 kwam het dus uit op mobile. Fortnite Mobile. Dat is nu niet meer. Door de rechtszaak van Fortnite tegen Apple is het helemaal eruit gehaald voor mobile players en iPad players. Wat ik super zonde vind. Last Man Standing wins. Nintendo Switch. Oh ja. Nintendo Switch. Op Nintendo Switch kwam het ook in 2018 uit. Ah, deze trailer vond ik al zo leuk om te kijken. Ik vind het altijd zo mooi gemaakt. Wat mis ik de oude map? Family, als je er moest kiezen, oké? Velen van jullie zullen deze oude map meegemaakt hebben, maar als je er moest kiezen. De map waar we nu in zitten, de chapter 2 map of deze oude map? Als ik zou moeten kiezen, 100% de oude Fortnite map, 100%, geen discussie mogelijk. Geen met Tilt Towers, voor Tilt Towers, wacht. Oh ja, deze plek was helemaal linksboven. Chunk Junction was deze plek. Chunk Junction is deze plek, toch family, even gelijk. Ik zeg eerlijk, ik ben wel echt heel erg veel vergeten, man. Ik ga niet voor liegen. Want er zijn zoveel plekken geweest. Ik heb zoveel meegemaakt met Fortnite. Dat... Oh! Oh ja, tuurlijk. Op Android kwam het later uit. Niet gelijk. Op iPhone kwam het veel eerder uit. En daarna kwam het op Android. Oh, boekloms. Oh, dit seizoen was wel een van mijn favoriete seizoenen, man. Met die golfkarretjes zo. Dat was echt super leuk. Basketbal, Tilt Towers. Niet mijn Tilt Towers aanzien. Ik kan niet aanzien. Ik ben... Future is yours in season 9. Nou, Hizo had de Tilt Towers een beetje best, maar ik vond het nogal oké.
en nieuwe challenges. Maar het allerbelangrijkste is, in dit seizoen werd Pili geboren, Brandon. Pili! Oh ja, dit was ook het seizoen van Fortnite Wereldcup. Ja. De allereerste Wereldcup van Fortnite was in dit jaar. Dit seizoen was dat. This guy. Plus, there are new high-tech rats, mechanized pets, emotes, and more to earn throughout the battle pass. At tier 100, okay. You unlock a new progressive outfit. Quad funk ook, chill, for rotation. Vendetta. Vendetta. Blijf, blijf, blijf. Remember, you keep all the rewards. Wat kwam hierna ook weer? Volgens mij kwam hierna gelijk chapter 2 toch, family. Volgens mij komt hierna chapter 2 als het goed is. Want na Wereldcup komt chapter 2. Oh, dit ben ik wel heel erg goed, ja. Season 9 Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. So drop in and get juiced up. Pili! For a brand new season. Goodbye! The future is yours. Seizoen 9. In seizoen 10. Season X is here and the world is destabilized. Dit was de laatste seizoen. But don't worry. Dit was de laatste seizoen. There are a ton of new ways to play Fortnite. Hierna, oh, wat. From the brute. Ik heb nachtmerries van de map. Ik heb nachtmerries. Laat me de map niet zien. Ik haat het ding zo erg om oprecht te gaan. Als er iets is in Fortnite wat ik het meest haat. Zelfs meer dan sappige noobies, inderdaad, ik heb het gezegd. Dan is het de max. Sappige noobies zijn makkelijk te destroyen, maar de max Bradley's die mij heel veel hoop hebben bedoeld. Kijk dit dan. Toch een transformer of wat? Fortnite. In season X, there's also a brand new battle pass that'll introduce new dimensions to some of your favorite Fortnite characters in ways you've never seen before. Oh ja, op die meteoriet vechten. Want die meteoriet heeft heel de map kapot gemaakt, maar mijn mooie lieve oude vertrouwde map. Plus, don't forget. Ik heb er niet terug, een tijd vooruit. Ik heb er niet terug. Blijf me terug. Earn as you advance through the pass. The battle pass is available right now for just 950 V-Bucks. We'll see you in game. Oké, en nu chapter 2, toch? Dit was het seizoen van een zwarte gat. Van de Black Hole. Waar we een 48 uur stream in hebben gedaan. En dit is chapter 2, brothers. Waar zullen we nu in zijn beland? Tada! Boom! In vergelijking, wat is er veranderd met deze trailer en nu? Ja, eigenlijk best wel veel, maar deze plek is wel hetzelfde gebleven, de plek van de trailer. Ja. Ik weet nog toen ik deze trailer voor het eerst zag, family, ik werd helemaal gek in mode. Ik was zo hype toen de nieuwe map in Fortnite kwam. Eerlijk, ik wil misschien wel terug naar de oude map en family, brothers. Maar toen deze map uitkwam, was ik wel hyped. Oké, ik ga niet voor je liggen. Ik was hyped. Oké, hier nog de battle bus. Oh, kijk, Jonas, die is afgenoemd. Dus draai je. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Zo ja, vergeet dan zeker niet te liken. En klik eventjes hierop om te abonneren. En gratis lid te worden van de King Almighty Family. Ben je geabonneerd? Vergeet niet op het belletje klikken om geen melding te missen. En klik hier ook even op om mijn vorige video te bekijken. Want die zal vast en zeker ook heel erg leuk vinden. Peace!